Wij zijn hier op vliegveld Valkenburg omdat we hier vandaag een poging gaan doen om het wereldrecord acceleratie met een elektrische auto te verbreken. Dit is een auto die gebouwd is voor de Formula Student Competition. En die heeft het op die competitie ook erg goed gedaan. Hij is namelijk eerste geworden in Duitsland. En wat deze auto zo bijzonder maakt, is dat hij extreem licht verlicht is gebouwd. En vooral de focus ligt op het hard kunnen optrekken. Je weet allemaal, de time to beat is 2.68, 2.68. Wij hebben zojuist een 2.15 gereden. Kijk, voor de omstandigheden dachten we een tijd neer te zetten van ongeveer 2,3 seconden. En daar gingen we al heel blij mee zijn. En toen dat Hugo bekend maakte dat het 2.15 seconden was, toen waren we natuurlijk helemaal door het dolle heen. Ja, maar eigenlijk ook de rest goed. Kraspedaal De snelste run die daar net gedaan is, was een 2.13. Yeah! 2.13!